1, ja. Goedemorgen, met de rot voor vandaag gaan we onze handdoek gebruiken. Die van Aerofit, netjes neer. Maar de eerste oefening doen we bij de stoel of de bank. De voeten uit elkaar, je elleboog in je lichaam en we gaan omhoog en naar beneden. Dat doen we 12 keer. Dit was nummer 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Heb je geen stoel, maar wel een hond? Dan doe je het op de hond. Maar we gaan nu verder met uitstappen. Ook weer de waterflessen tegen je lichaam aan, met je ellebogen tegen je lichaam aan. En om en om uitstappen. Dat doen we ook 12 keer. Dat was 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Bij de volgende oefening blijven staan. Ellebogen gestrekt. Dus we leunen iets naar voren. Holle rug. En we gaan omhoog. Dus let op dat je geen bult maakt, maar een holle rug houdt. Ook dit gaan we weer 12 keer doen. We zitten nu op 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kijk, we draaien de flessen op je scheenbeen, de bovenkant van je scheenbeen. En we gaan rollen. 1, holle rug. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 en 10. Nog 2. En nog eentje. Yes, we leggen de flesjes heel even weg. We pakken de stoel. Kijk, ik kan altijd breder of een smallere stoel hebben, maar het maakt nu even niet uit. We gaan een klein stukje zakken en we gaan omhoog. Ook dit doen we weer 12 keer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en nog eentje, 12. Kijk, we hebben de flesjes weer nodig. Dus we gaan liggen op je mooie Aerofit handdoek. Knie op 90 graden, armen gestrekt, hoofd mag je op de grond leggen. We gaan naar buiten. En omhoog. Ook dit doen we 12 keer. Is dit te makkelijk? Kan je natuurlijk altijd een grotere fles pakken. Spaarblauw uiteraard, hè. 7, 8, 9, 10, 11, 12. We gaan hem ietsje draaien. Ellebogen naar buiten en weer omhoog. 2. 3, dat zijn kleine stukjes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Yes, dan komen we omhoog. Ellebogen naar buiten en we gaan omhoog. Ook dit weer 12 keer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oké, armen gestrekt. We gaan naar voren en we gaan naar buiten. Dat is 1. Voren en naar buiten. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. 9, 10, nog 2 keer, naar voren, naar buiten, naar voren en naar buiten. Perfect. Kijk, we gaan weer iets naar voren, net als eigenlijk de tweede oefening die we hebben gedaan. Elleboog omhoog en we gaan strekken. Dat is nu voor de triceps, probeer ze niet te laten zakken, maar hou ze hoog. Dus goed je armen strekken, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. En we gaan gelijk door. 1 voor de biceps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en nog eentje. 12. Kijk, gaan we weer liggen. Op je mooie handdoek. Armen naar gestrekt omhoog. Knie op 90 graden. En gaan kleine stukjes omhoog. Ook weer 12 keer. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benen strekken. Ook weer 12. Is het te zwaar? Buig je iets je knieën. Dan maak je de hoek wat groter. Zeven. Acht. Negen. Tien. Elf. Twaalf. Perfect. Flesjes even naast je. We gaan even afsluiten met een plank. De plank, die doen we 30 seconden. En die houden we 30 seconden vast. En als je het wat zwaarder wil maken, kan je om en om naar beneden en omhoog. Dus dat doe je 30 seconden. Deze ronde gaan we 3 keer herhalen. En dan zie ik jullie allemaal morgen.